Dan gaan we naar carnaval, Nicky, want er wordt gekeken of er speciale coronaregels moeten komen. Ja, je kunt je voorstellen dat ze in het zuiden van het land wel heel graag willen dat het carnaval nu eindelijk weer eens doorgaat. En zeker nu de horeca open is, kun je je ook afvragen of het wel lukt om al die mensen een beetje in bedwang te houden. Want zittend carnaval vieren, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Burgemeesters die zeggen dat het dus nodig is dat er speciale aanpak komt. Zij gaan vandaag in gesprek met minister Yasilgus van Justitie om te kijken of er inderdaad speciale regels kunnen komen om carnaval dit jaar op een veilige manier door te kunnen laten gaan. De situatie is zo dat we volop hebben in moeten kopen. Want wij gaan ervan uit dat het doorgaat. Je kunt ook niet te laat inkopen, want dan is alles weggekaapt letterlijk. Dus we zijn eigenlijk klaar. We kunnen gaan starten. Wij zeggen los. Wij staan er heel dubbel in, omdat we natuurlijk meerdere malen door de overheid afgeblokt zijn. Aan de deksels op ons neus hebben gekregen, niet al te zuinig. Maar ja, we moeten door. We moeten keuzes maken. We kunnen niet zeggen, we wachten. We zijn geen ambtenaren, we zijn ondernemers. We moeten door. Meneer Latte, u bent geboren en getogen in Limburg. Geen carnavalsvierder, heb ik me laten vertellen. Niet meer, maar was ik wel. Dus ja. U snapt wel wat het gevoel is hierbij. Ja, ik begrijp het heel goed. Maar ja, ik heb ook andere gedachten erbij, want ik heb wel bij CBS gewerkt. En toen corona nog niet bestond, toen zagen we wel dat met carnaval griepvirussen zich toch daar in het zuiden wat eerder verspreiden dan de rest van het land. Dat kon je ook zien. Dus ja, je hebt toch het effect van bij elkaar op de schouders hangen en dat soort dingen dicht op elkaar. Daar werd je nou eens verkouden van, laat ik het zo zeggen. Maar ook van café naar café gaan, hè. Van warm naar koud, weer naar warm. Nou, er wordt vandaag bepaald wat de regels zullen gaan worden. Dus we gaan het even af.